En er zijn genoeg momenten in mijn leven dat ik moet zeggen, en toch geloof ik wat God zegt. En toch zegt God het anders. En toch is mijn erfenis anders. En toch heb ik verlossing. En toch ben ik bevrijd. Je moet in bezit nemen wat God je gegeven heeft. Christen zijn is niet voor luilakken. Nee. Christen zijn is voor mensen die zeggen, hij heeft het me gegeven, ik heb het en ik ga erop af. Dat was Jezus zijn houding ook. Hij is afgegaan op zijn doel. Weerstand hier, weerstand daar, discipelen moeilijk, politiek moeilijk, godsdienst moeilijk. Hij zei, maar ik ben hier om de wil van God te doen. Ik ben gekomen om mensen te verlossen. Ik zal mensen verlossen. Als Jezus bij zijn emoties was gegaan, waren we nog in zonde. Maar Jezus is gegaan bij geestelijke waarheid. En heeft ons bevrijd, halleluja. Zijn we blij met Jezus, mensen? Oh, geef hem glorie alstublieft. Wauw. Geloof moet je leren. Geef me Efeze 1 vers 11. Ik wil u laten zien dat Efeze 1 vers 7 verlossing praat over je erfenis. Alles wat ik preek moet ik kunnen bewijzen. Uw verlossing praat over uw erfenis. Efeze 1 vers 11 zegt het. In Christus, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Hier heb je het. In Efeze 1 vers 7 zegt hij, je hebt verlossing. En in Efeze 1 vers 11 legt hij je verlossing uit. Is dit duidelijk? Efeze 1 vers 7, in hem hebben wij de verlossing. We zijn kinderen van God geworden, nieuwe scheppingen geworden. De vergeving van je zonden en je overtredingen naar de rijkdom van zijn genade. En dan werkt hij het uit in Efeze 1 vers 11. Hij laat je zien dat het niet alleen een kwestie is van zonden zijn vergeven, maar dat het een kwestie is van erfenis erbij. Een kind van God is niet iemand van wie je kan zeggen, zo'n zonden zijn vergeven en je loopt door. De zonden zijn vergeven, dat is je ingang in het koninkrijk van God om te genieten van je erfenis. En in Efeze 1 vers 11 zegt hij, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben. Weer ontvangen hebben. Wel, ik ben blij dat ze me Nederlands geleerd hebben op school. In Efeze 1 vers 7 staat er, ik heb verlossing. In Efeze 1 vers 11 zegt hij, je hebt een erfdeel ontvangen. En dan gaat hij door, waartoe wij tevoren bestemd waren. Volgens het voornemen van hem, die alles werkt naar de raad van zijn wil. Met andere woorden, durf hier niet aan te twijfelen, want al het rijke van God was zijn wil om het aan je te geven. Oh, ja Holder, ik weet wel dat ik een erfgenaam ben, maar leef je ook als een erfgenaam? Leef je ook als een erfgenaam? Ach, theorie is één ding, maar God wil praktijk. Oké, dus we zien hier dat die verlossing is je erfenis. De tweede sleutel die ik je wil geven is in Efeze 1 vers 17. Laat ons daar naartoe gaan. Efeze 1 vers 17. Hoeveel hier zeggen ik ben verlost? Kan ik een goede amen horen? Hoeveel zeggen ik heb een erfenis? Hoeveel zeggen ik ben een doorbreker? Amen. Hoeveel zeggen ik leef bij waarheid? Amen. Gods waarheid. Wauw. Nou, Efeze 1 vers 17, daar lezen wij. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u geven de geest van wijsheid en van openbaring om hem recht te kennen. Dit zijn sleutels om als een doorbreker te leven. Dit zijn sleutels om als een koning te leven. Je moet dit doorhebben. Hij zegt, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, ja, onze Heer Jezus Christus, met andere woorden, hij is van ons. En wat is hij van ons? Hij is onze Heer. Hij is onze verlosser. En hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Heer Jezus Christus zegt precies wie hij voor jou is. Hij is je Heer. Is hij je Heer? Kan ik aan mijn oren? Is hij je Heer? Heer betekent, ik luister naar hem. Hij zegt zelf, waarom noem je me Heere, Heere en doe niet wat ik zeg? Op het moment dat je hem Heer noemt, zeg je eigenlijk, ik wil alleen doen wat u zegt. Maar ik ben bang dat heel wat christenen hem Heer noemen en eigenlijk zeggen, wilt u doen wat ik zeg? Die keren het om.
Maar Heer betekent, ik volg u. Toen Jezus zijn discipelen riep, zei hij ook, volg mij. De boodschap is nog steeds, volg mij. Hij volgt u niet, u volgt hem. En als je hem volgt, dan volgt heel en goede tieren eet je. Jezus volgt mij niet, ik volg Jezus. Hij is de leidsman en volleinder van mijn geloof. Hebreeën 12 vers 2. Ik volg hem en verlossing volgt mij, want heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. Zolang ik hem volg, volgt heil mij. Dat moet ik blijven geloven. Dat is mijn verlossing, dat is mijn erfenis. En hier zegt hij, opdat de God van onze Here, en Jezus is verlosser. Hoe kan ik hem mijn verlosser noemen en niet geloven dat hij mij verlost uit mijn probleem? Nou, klaar. Dit was een goeie. Hoe kan ik hem mijn verlosser noemen en niet verwachten dat hij mij verlost waar ik verlossing nodig heb? Als ik hem verlosser noem, moet ik overtuigd zijn dat hij mijn verlosser is. Hij is mijn verlosser. Waarvan? Problemen, moeilijkheden, ziekte, gebrek, noem maar op. Want die verlossing reikt tot het paradijs terug. Luisteren wij vandaag, mensen. Als je hem verlosser noemt, zie hem ook als een verlosser. Als je hem Heer noemt, laat hem ook Heer zijn. Als je hem verlosser noemt, geloof ook dat hij je verlosser is. En als je zegt, u bent Christus, geloof dan ook dat de Heilige Geest de leiding in je leven heeft. Daar Paulus zegt, opdat de God van onze Heere Jezus Christus. Hij is onze Heere. Hij leidt ons. En hij leidt ons niet in verzoeking. Hij leidt ons niet in ellende. Hij leidt ons van glorie naar glorie. Volgens 2 Korinthe 3 vers 17 en 18 leidt hij mij van glorie tot glorie. En glorie betekent al het goede van God. Hij leidt mij niet in ellende. Hij leidt me niet in nederlaag. Deze Heer leidt mij naar grazige weiden, groene weiden. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niks. Hij leidt mij naar groene weiden. Hij leidt je niet naar dorre weiden, groene weiden. Dit leven heeft heel wat dorre streken. Maar Jezus is gekomen om me te leiden naar groene weiden. Naar rustige wateren. Dat is de natuur van God. Maar wij verwarren God vaak met onze omstandigheden. Omstandigheden zijn moeilijk. Dat komt omdat je in Babel leeft, in Babylon leeft. Dit leven is een Babylon en een Babel situatie. Maar Jezus is gekomen om Sion te activeren in je leven. Het koninkrijk van God. Oké. Nou, hier. De Heere nu is geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is. Ik kan nou zien. De heerlijkheid van de Heer weerspiegelen. Ik ben geroepen om de heerlijkheid van God te weerspiegelen. Ik ben niet geroepen om ellende te weerspiegelen. Ik ben geroepen om de heerlijkheid van God te weerspiegelen. De glorie van God te weerspiegelen. Wij veranderen naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Immers door de Heere die geest is. Door de geest van God veranderen wij van heerlijkheid naar heerlijkheid. Als je hem de leiding geeft in je leven. Dat wil niet zeggen dat het leven altijd makkelijk is. Het leven heeft zijn verzoekingen en zijn problemen. Maar de geest komt om je met heerlijkheid door die dingen heen te brengen. Met de tegenwoordigheid van God. Ik zou een leugenaar zijn om te zeggen dat het leven altijd makkelijk is. En dat er geen problemen zijn. Maar nergens in de Bijbel lees ik dat God met problemen komt. Ik zie dat God verlossing stuurt altijd. In de Bijbel, in de dagen van de richteren, stuurde God altijd een richter om zijn volk te verlossen. En Jezus is de grootste richter aller tijden. De taak van een richter in het boek Richteren was altijd om te bevrijden. Nooit om ze in slavernij te brengen, nooit. Altijd om ze te bevrijden. En Jezus is uw richter en mijn richter. Kan ik aan mijn oren? De richter was nodig vanwege onderdrukking. De richter was nodig vanwege moeilijkheden en problemen. God heeft nooit een richter gestuurd om zijn volk te kwellen. God heeft altijd een richter gestuurd om zijn volk te verlossen.
En de grootste richter is Jezus Christus. En daarom staat er, de God van onze Heere Jezus Christus. Geef mij die tekst weer alstublieft. Wauw. Efeze 1 vers 17. Opdat de God van onze, ben je niet blij dat hij van jou is? Ik zeg, ben je niet blij dat Jezus van jou is? Woe! Halleluja. Opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, niet de Vader van ellende, niet de Vader van domme dingen, de Vader van heerlijkheid, de Vader van glorie, u geven de geest van wijsheid en openbaring om hem recht te kennen. Hier moet ik een beetje uitleg geven. De geest, de Heilige Geest, wil je inspireren en wijsheid en inzicht geven om God te kennen en God te begrijpen. Want dat is wat hij daarmee bedoelt. God wil je inspireren en je wijsheid geven, ja? Eigenlijk zegt hij, opdat de Heilige Geest je mag inspireren met wijsheid en openbaring. Want alles is al van jou. En wat de Heilige Geest doet, hij geeft je wijsheid en hij geeft je openbaring om te genieten van je rijkdom. En hij bedoelt hier niet, ik bid dat God je de Heilige Geest geeft, want deze mensen hadden de Heilige Geest. Kan ik amen horen? De christenen in Efeze waren vervuld met de Heilige Geest. Lees Handelingen 19 maar. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. Maar hij bedoelt hier, opdat God jou inspireert door zijn Heilige Geest met wijsheid en openbaring. Dat je rema krijgt. Dat je het gesproken woord van God hoort. Dat je woorden van God ontvangt. Halleluja. Wauw. Oeh, prijs de Heer. Opdat hij je geeft de geest van wijsheid en openbaring. Oké, ik moet je een paar dingen vertellen. Hij zegt om hem beter te kennen. God wil dat we hem beter zullen leren kennen. Zolang je op aarde bent, blijf je God beter kennen. Kan ik amen horen? Zolang je op aarde bent, blijf je God beter kennen. Dus als je denkt dat je hem al kent, ergens heb je gelijk, je kent hem, maar je kan hem nog beter kennen. Daarom zegt Paulus, ik strek me er naar uit. Wauw, we hebben 7 sleutels mensen, maar volgens mij had ik maar 2 vandaag. Wauw, halleluja. Let op, opdat je hem recht leert kennen. Ik heb verschillende vertalingen voor u opgezocht. Een andere vertaling zegt, opdat je de meest glorieuze Vader beter leert kennen. Schrijf het op. Opdat je de meest glorieuze Vader beter leert kennen. Opdat je de meest glorieuze Vader beter leert kennen. Oeh, mooi hè? De meest glorieuze Vader. Een andere vertaling zegt, de Vader aan wie alle glorie toekomt. Mooi hè? De meest glorieuze Vader. Niet de meest ellendige Vader, de meest glorieuze Vader. Die moet je leren kennen. Dus als jij zegt, ik ken een God die me kwelt en pijn doet, is het een vreemde God. Amen. Want deze God is de meest glorieuze Vader. En hij verlangt dat je hem beter leert kennen. De Vader aan wie glorie toekomt. Een andere vertaling zegt, de alglorierijke Vader. Wat een woorden, hè? De alglorierijke Vader. De alglorierijke Vader. Dat hij je mag inspireren met wijsheid en met openbaring om hem recht te kennen door de intieme kennis van zichzelf. Schrijf dat op. Door de intieme kennis van zichzelf. God wil dat je hem recht leert kennen door de intieme kennis van zichzelf. Door de groeiende kennis van hem. Door een voller kennis van zichzelf. Man. Hier is waar wij christenen mank gaan. Want wij denken, ik ben gered, ik ken God. Ja, je kent God, maar je kan hem beter leren kennen. En je moet hem beter leren kennen. Dus, door de intieme kennis van zichzelf. Door een groeiende kennis van hem. Door een voller kennis van zichzelf. Om hem beter te kennen. Dit vers laat mij zien dat je moet uitstrekken om God beter te kennen. Dit vers laat mij zien dat je God ernstig moet zoeken. God geeft ons sleutels, mensen, om als een koning te leven.
God geeft ons sleutels om als een doorbreker te leven. Maar als je die sleutels niet gebruikt, gaat het niet werken. Want om iemand beter te leren kennen, daar moet ik mij voor openen. Om iemand beter te leren kennen, moet ik me naar uitstrekken. En daarom zegt de Hebreeënbrief, wie hem ernstig zoeken, zullen hem vinden.